Goedemorgen. Breng twee vuisten tegen elkaar aan. Plaats deze tussen de knieën. Draai de hielen iets naar buiten, zodat je recht staat. De knieën zijn van het slot. De buik is in. Je borstbeen is opgetild. Je draait de schouders naar achteren en naar beneden. En je strekt de armen. Je ademt. Rustig door de neus in en uit. Met een inademing draai de handpalmen naar voren en naar buiten. En breng je de schouderkoppen naar achteren. En met een uitademing laten we dat weer los. Met een inademing draai de handpalmen naar buiten. Maak de borstkas breed. En op een uitademing laten we dat weer los. Draai de armen naar buiten met een inademing. En laat het weer los met de uitademing. We activeren de longenergie. We beginnen de ochtend. Met de volgende inademing draai de handpalmen naar buiten en breng je de armen omhoog met een inademing. En met een uitademing draai de handpalmen naar buiten en breng je ze weer naar beneden. En een inademing draai de handpalmen open en omhoog. En met een uitademing draai de handpalmen naar buiten en naar beneden. Laatste keer. Draai de handpalmen helemaal open. Breng de arm iets naar achteren. En met een inademing breng je de armen omhoog. En met een uitademing breng je de armen weer terug. Naar beneden. Laatste keer. Inademing breng je de armen omhoog. Zet je de handpalmen tegen elkaar aan en breng je de handpalmen voor je langs naar beneden. De hartenergie. Breng de handpalmen bij elkaar, breng de ellebogen bij elkaar. Breng de ellebogen ietsjes hoger. Met een inademing breng je de ellebogen naar buiten en til je borstbeen omhoog. En met een uitademing breng je de ellebogen weer bij elkaar. Met een inademing breng je de ellebogen naar buiten, til je borstbeen omhoog. Met een uitademing breng je de ellebogen weer bij elkaar. Breng je ze iets hoger en laat je hoofd even vallen. En ga zo door. Op het ritme van jouw ademhaling. Wanneer je armen voor zijn, stop je met de oefening en breng je de armen naar beneden en de ellebogen naast je. Je brengt de duimen naar binnen, je vouwt de vingers eroverheen. De knieën zijn van het slot, de buik is in. En met een inademing breng je de ellebogen naar achteren en met een uitademing breng je de vuisten naar voren en wijzen de handpalmen naar beneden. Dus je draait met een inademing. En je draait met een uitademing. Met een inademing en een uitademing. Kijk of je de inademing kan vergroten en de uitademing een stoot kan maken. En daarna laat je weer rustig. De handen naast je lijf zakken en adem je door. Verplaats je gewicht op je rechterbeen en plaats je linker enkel of tegen je linker hiel of tegen je enkel of plaats je voet op je kuit of breng je voet in de lies. Wat voor jou deze ochtend fijn voelt. Open de knie naar de buitenkant. Neem de buik in, til je borstbeen omhoog en vind je balans. Adem door. Wanneer je de ruimte hebt, plaats je de handen voor je borstkas. En wanneer het bij jou past, breng je de handen omhoog. Daar waar jij je balans vindt, probeer je een diepe in- en uitademing te nemen. Is dat hier? Is dat hier? Is dat hier? Kijk. Wat bij jou op dit moment past.
En na een diepe in- en uitademing en dat moment te hebben ervaren, kom je weer terug uit de houding. Andere kant. Plaats je linkervoet op de grond. Je kan de hiel op je enkel plaatsen, de voet op je kuit, niet op je knie, of de voet in de lies. Kijk wat er bij jou past op dit moment, deze ochtend. Dan ga je je balans vinden. Waar kan jij je armen plaatsen om je balans te ondersteunen en een succesmoment te ervaren in deze houding? Zoek je grenzen op, maar bescherm ze door er niet overheen te gaan en jezelf weer uit balans te brengen. Vind de positie die bij jou past om balans te hebben. Daar waar jij dat ervaart, mag je een diepe in- en uitademing nemen. En op het succesmomentje kom je uit de houding. Mag je een stoel pakken en die plaats je aan de rechterkant naast je met de leuning naar voren. Je mag je rechtervoet opendraaien en je tenen wijzen naar de stoel. Je linkervoet zet je weg, die is haaks en je kan de hiel een klein beetje wegdraaien. Duw de bovenbenen naar achteren, zodat je de bovenbeenspier aanspant. Duw de kuiten iets naar voren, zodat je de benen van het slot afhaalt. Dan kan je de linkerhand in je zij zetten en duw de linkerschouder naar achteren. En met je rechterhand reik je uit naar de zitting met die sterke benen en die schouder naar achteren, je linkerschouder. Adem door. Heb je geen schouderklachten, kan je de arm omhoog steken en langs de arm naar het plafond toe kijken. Adem door. En dan breng je de linkerhand weer terug naar je zij en buig je je rechterbeen. Zet je rechterhand ietsjes verder op de stoel. En dan mag je de linkerhand naar je oor toe brengen en die strek je weg. Je bovenarm en je oor komen samen. En dan kan je de navel wat meer naar het plafond toe draaien en voel je de twist in je lijf. Eventueel laat je de rechter elleboog buigend richting de stoel zakken. En dan kom je weer langzaam terug. Zet je de linkerhand in je zij en stap je met je linkervoet wat bij. Je rechterhand gaat naar het uiteinde van je stoel. Je linkerhand naar de leuning en dan breng je je linkerbeen omhoog. Met je hand op de leuning kan je de schouder wat naar achteren brengen. Adem door. En dan kan je je hand eventueel in je zij plaatsen en de arm omhoog steken. Adem door. En dan kom je weer langzaam terug. Netjes, super. En kan je de stoel naar de andere kant op plaatsen. En je draait je linkervoet helemaal open. En je rechtervoet stap je weg en de hiel komt iets naar buiten. Span de bovenbenen aan, duw de knieën even naar achter en daarna duw je met je kuitspier de knieën weer naar voren, zodat je sterke benen krijgt. Je brengt de rechterschouder naar achteren en met sterke benen en die schouder naar achter daal je met je linkerhand richting de zitting van de stoel. Wanneer je geen schouderklachten hebt, kan je de arm omhoog strekken en kan je langs je arm omhoog kijken naar het plafond. Dan breng je de arm weer rustig terug. Buig je je linkerbeen. En dan zet je de hand iets verder op de stoel. De rechterhand komt naar je oor. Je strekt de arm weg, zodat je je oor en je bovenarm samen kan brengen. Dan draai je en kijk je richting het plafond.
Adem door en eventueel buig je de linker elleboog, zodat je de linker elleboog dichter naar de zitting van je stoel kan brengen. Daarna duw je jezelf weer omhoog en kan je rechterhand naar de leuning en kan je je rechtervoet omhoog brengen. Zet je linkerhand wat verder op de stoel en duw met je rechterhand de schouder naar achteren. Je standbeen is niet overstrekt, hou hem van het slot, neem de buik in, til je been omhoog en eventueel kan je ook je arm omhoog strekken. Adem door, rijk uit en kom weer terug, mooi netjes, en kom weer staan. Mag de stoel weg en mag je op handen en knieën komen zitten. De knieën staan op heupbreedte, de handen staan op schouderbreedte. Spreid de vingers, buig de ellebogen licht, ontspan de schouders. Met een inademing duw je de bovenrug naar boven en met een uitademing neem je de onderrug hol. Richt je met een inademing op je bovenrug en richt je op je uitademing op je onderrug. Adem door. En na je volgende uitademing laat je dat weer los. Kom je neutraal, hou je de billen iets naar achteren en schuif je de handen zo ver mogelijk naar voren, zodat je je borstkas kan laten zakken met het voorhoofd richting of op de grond. Hang in de oksels, in je borstbeen, zodat je het tussen de schouderbladen voelt oprekken. Maak de rug lang, adem door. Hou de ellebogen van de grond. En dan duw je jezelf weer langzaam terug. Spreid de vingers. En krul de tenen voor de omlaag kijkende hondhouding. Kom op handen en tenen staan. Buig de knieën. En duw jezelf naar achter dat je die rug weer plat maakt, net zoals in de vorige houding. Hang in de oksels. Hou de elleboog omhoog en gestrekt. Duw de hielen ietsjes meer naar de grond, zodat je ook de achterkant van de benen strekt. Adem door. En dan buig je de knieën weer. Wandel je met de voeten wat naar voren. En als je geen polsklachten hebt, kan je met de schouders boven je pols komen. Heb je de mogelijkheid om hier te blijven, kan je een paar pasjes maken, een paar sprongetjes maken, om je dag actiever te beginnen. Adem door en speel, zolang het bij jou past. En daarna kom je weer rustig terug en kan je op je buik komen liggen. De springkaan. Breng de armen naar achteren. Leg je voorhoofd op de grond. Neem de buik in en maak je stuitje lang. Laat de hielen iets naar buiten vallen. Til je borstbeen omhoog en breng je voorhoofd van de grond. Breng de schouders in de rug en til de handen van de grond. Neem de buik in en maak je stuitje lang. En til de voeten van de grond. Adem door. Hou de nek lang, de kin in. Hou de buik in. En adem. En dan kom je weer langzaam terug. Mag je de beenstrekker doen die bij jou past. Of pak je enkel vast. Lukt dat niet, dan kan je
sok vastpakken of een riem gebruiken. Dan heb je de ruimte om zo recht mogelijk te blijven liggen. Pas je dat toe. Je mag je kniebanden niet voelen. En daar waar je ligt, kan je nog je stuitje lang maken en de buik innemen. Probeer niet te hard in de billen te knijpen. Hou de onderbuik in en je stuitje lang, adem door. Dekken kantelen en je bovenbeen strekken. Is het niet voldoende voor jouw lijf, kan je altijd de knie optillen. Maar wees voorzichtig voor de rug en de knieën. Als jij je bovenbeen voelt strekken en je bekken kan kantelen, is dat al meer dan genoeg. En laat je eerst de bekkenkanteling los en daarna laat je langzaam het been weer zakken. Mag je wisselen van been? Je pakt of met je hand de enkel vast, of met een riem. Kijk of je je bekken kan kantelen en je stuitje lang kan maken. Hou de buik in. Adem door. Hou je bekken gekanteld. Span de schouders. Adem. En dan laat je het bekken kantelen. Weer langzaam los en kan je weer langzaam het been neerleggen. En draaien we op onze rug en hebben we een voorwerp nodig om op onder onze billen te plaatsen. In de yoga studio gebruiken we twee blokken, maar een pan is ook prima. We gaan naar de brughouding. Je ligt op je rug, er ligt niks onder je hoofd of je nek. De benen zijn gebogen. Je brengt de ellebogen, breng je naast je en je duwt de ellebogen in de grond. En je tilt je borstbeen omhoog, waardoor je de schouderbladen in de rug kan brengen. De voeten staan heupbreedte en je tilt de heupen omhoog. Adem door. Duw met de hielen en met je ellebogen, zodat je heupen omhoog gaan. Ontspan de keel, maak de nek lang. En dan kom je weer langzaam terug naar beneden. En dan mag je het voorwerp pakken wat je onder de billen kan plaatsen. En daar blijf je liggen. Kijk weer of je het voorwerp midden in de bil kan hebben. Dus dat je echt voelt dat je plat op de billen kan liggen. Je onderrug raakt het voorwerp niet. Dan gaan we de ellebogen weer in de grond duwen. Je borstbeen optillen. De hielen in de grond duwen. En adem je rustig door de neus in en uit. Je houdt je borstbeen opgetild. De buik ligt in. En dan kan je één been strekken. En dat gestrekte been ga je langzaam naar beneden laten zakken. Daar waar het voor jou mogelijk is. Om je bovenbeen zoals richting de rug te verlengen. Adem door. Hou je been gestrekt. De hiel naar beneden, de tenen omhoog. En dan houden we dat been weer langzaam naar binnen. En we houden het borstbeen opgetild, de kin is in, de nek is lang. Je strekt je andere been. Je duwt de hiel weg, de tenen naar je toe. En dat gestrekte been laat je langzaam dalen. Oprekken van de bovenbeen. Zoals naar de rug. Hou de buik licht in. Adem door. En breng het been dan weer langzaam naar binnen. Zet de voeten wat breder neer. En laat de knieën wat meer naar links en naar rechts vallen. En dan kan je weer rustig in het midden het voorwerp onder de billen vandaan halen. Dan mag je je rechterbeen op de grond neerleggen. En je linkerbeen komt naar je toe. Die kan je met je tegenovergestelde hand
over je lijf heen trekken. Adem door. En dan kom je weer langzaam terug. En kan je wisselen van been. Adem door en kom weer terug naar het midden. En kan je op je rechterzij omrollen en kan je komen zitten. En kan je naar de eindontspanning met een handdoek onder de rug. Je rolt de handdoek op en je gaat er met je rug op liggen. De benen zijn gebogen. De plek op de rug is ongeveer boven het midden, aan het begin van je bochel, zodat je met je hele schouders nog over de handdoek kan liggen. De schouderbladen liggen plat op de grond, de armen liggen iets hoger en wijd. Dan kan je de benen strekken, de benen ook wat meer spreiden en naar buiten vallen. De sterhouding. Til je borstbeen omhoog. Draai de schouders in de rug, neem de kin in en maak je nek lang. En volg je adem, je lichaam in en je lichaam uit. In deze houding nemen we de dagplanning door. Wat ben jij vandaag van plan om te doen? Welke plannen heb jij? Wat wordt er van je verwacht door anderen? En wanneer je zo nadenkt over je dag, mag je voor jezelf nagaan of het haalbaar is. En misschien als het wat druk is, kan je kijken of je er iets van kan uitstellen. Dat je dat morgen doet. En als je zo je dag doorneemt, is er dan ook nog een moment voor jezelf. Om bijvoorbeeld een kopje thee te drinken met een boekje. Een korte wandeling of een lange wandeling. Een kwartiertje die hobby, waar je al een tijdje niks aan gedaan hebt. Wanneer je op de dag een momentje voor jezelf plant. Heb je aan het einde van de dag minder spanning. En wanneer voor jou de dagplanning helder is, laten we dat ook weer los. En mag je met je aandacht jouw lichaam ingaan. Naar een plek waar jij je heel prettig voelt. Ga met iedere inademing naar die plek toe. Met iedere uitademing kan je kijken of je die plek wat breder of smaller wil maken. Zodat je daar een beetje mee speelt. Om het prettige, fijne gevoel echt tot je door te laten dringen, mag je er beelden of woorden bij bedenken. Die deze ruimte in jouw lichaam aansterken in jouw prettige gevoel. En wanneer jij die ruimte hebt ingenomen in je lijf en je kan daarbij komen met je gevoel, kan je dag beginnen. Je mag een diepe in- en uitademing nemen. En die plek in jouw lijf weer langzaam laten voor wat het was. Zodat je er vandaag nog een keer naar terug kan keren als je je wat minder goed voelt. Je mag langzaam weer wat beweging brengen in jouw lijf. Vingers en tenen,
polsen en enkels. Armen en benen. En mag je de benen buigen en de voeten op de grond neerzetten en de knieën naar links en naar rechts laten vallen. En dan mag je op je rechterzij omrollen. En mag je jezelf opdrukken. En mag je komen zitten. Dankjewel dat je jezelf dit moment hebt gegund. Fijne dag. Namaste.